Jarenlang was de mostertroepwedstrijd vast te prikken in Doesburg. Gepronkt met de winst wordt er nog steeds, maar de wedstrijd bestaat sinds het overlijden van organisator Jan Strating in 2017 niet meer. Tot nu, en de animo is groot. Op twee na doen alle restaurants uit Doesburg mee, brasserie, maar ook twee bakkers doen er mee. Dus de animo is behoorlijk groot. De criteria, dat is het aroma, de smaaksensatie, of die vol en romig is. De smaakwaardering aan zich, maar goed, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Maar goed, daarom zitten er ook meerdere mensen in de jury die dat zullen kunnen beoordelen. Ja, en daarmee, de originaliteit is natuurlijk nog een ding. Alhoewel het wel lastig is, want iedereen moet de mosterdsoep maken. Dus ja, het is heel moeilijk om daar je originaliteit mee te laten wegen. We maken zelf wel alle juryrapporten maken voor persoon. En daarna gaan we natuurlijk met elkaar kijken van hoe zijn de overeenkomsten en wie is er als beste uit de bus gekomen om het zo eerlijk mogelijk te doen. De jury eet de soep uit kleine glaasjes, maar het gaat niet alleen om de smaak. Het gaat natuurlijk ook om de uitstraling, alleen de presentatie die wordt eerst geshoten door de mensen van Rotary, zoals die soep geserveerd wordt. En daarna krijgen we diezelfde soep in een glaasje om te jureren. Dus. Nou, de jury weet absoluut niet van wie de soepen zijn. De deelnemers leveren de soepen bij de deur af. De jury zit in een aparte ruimte hier. En dus die hebben geen idee wie de soep heeft gebracht. En wij vanuit de Rotary lopen op en neer en zorgen we dat de soepen bij de jury komen. Ondanks dat de gasthuiskerk zich vulde met heerlijke luchtjes, was de jury na een paar soepjes nog niet onverdeeld enthousiast. Nou, eerlijk gezegd ben ik nog niet helemaal flabbergasted en blown away van de kwaliteit van de soep. Ik had dat eerlijk gezegd wel iets hoger ingeschat. Maar misschien ja, wordt het nog veel lekkerder zometeen. Het publiek moet nog heel even geduld hebben. 23 april is het zover. Dan gaan wij in het centrum, vlakbij de markt, gaan we een soort van proeverij. Dan kan het publiek de soep proeven en dan kunnen ze het ook kopen. En het doel is natuurlijk allemaal om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. In dit geval doen we dat voor de opvang van de Oekraïners.